Zo, we zijn nou weer live. Alweer voor de, is het donderdag, vierde keer. Dat gaat snel. En ik heb nog zo ongelooflijk veel dingen die ik jullie eigenlijk met jullie wil doen. Dus, goed. We gaan het bekijken. We beginnen eens even met de handen. En gisteren zijn we ook zo begonnen. En toen was ik aan het draaien. En nu gaan we het anders doen. We gaan eens even zo zitten. En je ouder met wie je hier bent mag ernaast zitten. En jullie zitten alle twee zo. We gaan niet bidden, nee. Daar lijkt het een beetje op, hè. We gaan zo meteen op een inademing een vinger omhoog doen. En op een uitademing weer naar beneden. Voordat we dat gaan doen, ik ben de hele week al live en met oefeningen voor ouders en kinderen samen. Met oefeningen van mijn programma Balans in het gezin. En ik denk dat dat juist in deze tijd wel heel hard nodig is. En ja, het is ook nog leuk ook. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, vooral voor kinderen. Dat dacht ik ook. Ik ben Hanke den Boer van Jouw Moment met Nu. En ik had je gisteren beloofd, en de hele week eigenlijk al, we eindigen elke keer met een maangroet. En vandaag zal ik een linkje onder deze opname zetten, waar je de maangroet kan downloaden. Dan kan je hem thuis ook lekker met je kind gaan doen. Er staat en de bewegingen staan erbij, en de tekst. En het is een hele makkelijke tekst, dus dat gaat echt wel lukken. Oké, we zitten nog steeds zo. En we gaan inademen en we gaan een vinger, het maakt niet zoveel uit. En weer naar beneden, als je uitademt. Ademt in en weer naar beneden. En je wisselt natuurlijk wel vingers af, in en weer naar beneden. In en weer naar beneden. In. En weer naar beneden. In. En weer naar beneden. Misschien gaat jouw ademhaling sneller of langzamer. En dan mag je het helemaal in je eigen tempo doen. De laatste drie keer. Je ademt in. Je doet een vinger naar boven. Je ademt uit. Dan gaat weer naar beneden. En de laatste keer. In. En weer uit. Oké, wat je nu gaat doen, is je gaat zo zitten, maar je vader of moeder die erbij is, die mag een vinger gaan aanwijzen, maar niet aanraken. En dan ga jij op een uitademing weer omhoog doen en weer omlaag doen. We bouwen het even op, want straks wordt het echt een beetje moeilijker en leuker. Met een inademing wijst iemand dus je vinger aan, dan doe je hem omhoog en weer naar beneden met een uitademing. Ga je gang. Dit doen we een paar keer. En als je zo met je ademhaling bezig bent, dan kunnen er geen gedachten tegelijkertijd komen. Dat is het fijne van dit soort oefeningen. Een ademhalingsoefening die zorgt dat je wat rustiger in je lichaam, in je hoofd gaat worden. En dat is wel fijn na een hele dag. Het wordt nu avond of het is nu avond. Je gaat straks naar bed. Oké. Deze oefening mag je straks na of morgen, wat je wil, met je moeder ook gaan doen of je vader. Maar we gaan het nu wel even met jou doen. Dan ga je nu je handen naar voren. Je doet ze kruisen. En dan pak je je vingers zo vast. En dan naar je toe trekken. En dan heb je ze dus gekruist. En nu gaan we hetzelfde doen. Je ouder die mag een vinger aanwijzen zonder aan te raken. En met een uitademing doe jij hem weer naar beneden. Dus je doet hem weer omhoog. En weer naar beneden. En waarschijnlijk, omdat je hem gekruist hebt, zal dat wat lastiger zijn.
Nou, misschien frustreert het je al. Dat kan. En dat mag ook. Niet alles gaat altijd in één keer goed. De meeste dingen niet. Want van vaker doen, van proberen en steeds herhalen, ga je steeds weer meer leren. En als je dan rustig in je hoofd gewoon daarbij blijft, nou, dan gaat het uiteindelijk wel goed komen. Maar als jij in paniek raakt, dan zeg ik altijd, dan komt er zo'n paniekmuur. Ja, dan lukt niks meer. Dan kan je niet meer helder denken. Dan lukt het vaak niet. Dus als je zo'n paniekmuur voelt, of paniekpiet in je hoofd, zeg ik altijd, dan heb je rustige ademhalingsoefeningen nodig. En nog veel meer wat we gaan doen. Oké, stop maar met je handen. Schud ze even lekker uit. Even lekker wapperen. Want wanneer heb je nou zo'n paniekpiet in je hoofd, of paniekmuur? Als er heel veel gedachten zijn. Gedachten van, oh, het lukt niet. Of heel veel andere gedachten, dat kan natuurlijk ook. En dan zit je dus eigenlijk met al je gevoel en gedachten in je hoofd. En wat is dan de bedoeling? Dat je meer naar je hart gaat voelen en naar je voeten gaat voelen. Hè? Wat bedoel ik daar nou weer mee? Nou, dat gaan we nou eens even lekker doen. Je mag gaan staan. En dan sta jij voor degene met wie je bent. Voor de ouder. Ik zet hem weer even iets hoger. Dan kan je hem tenminste helemaal zien. We gaan nu leren voelen. Nou, je vader of moeder of met wie je nu bent, die ken je natuurlijk aardig goed. Jij mag zometeen, je staat een beetje er verder van af. Jij blijft gewoon staan. En de ouder, die gaat heel langzaam naar jou toe lopen. En jij zegt, wanneer je ouder, wanneer je denkt, nou, dit is wel een goede afstand zo. Dit houden we zo. Je hoeft niet te gaan knuffelen, dat is niet nodig. Gewoon even voelen, nou, dit vind ik wel een fijne afstand om zo te houden. Dan doen we het nog een keer. Dan doe je je ogen dicht. Nee, doe het eerst maar even. Jij gaat dus daar staan. De ouder aan de andere kant. En je vader of moeder lopen nu langzaam naar jou toe. Je hebt gewoon je ogen open. En jij zegt stop wanneer de ouder moet stoppen. En dan stopt hij natuurlijk ook, hè? Dat is logisch. Ga maar weer naar achteren. Ik neem aan dat je dit al gedaan hebt nu. Nou doen we het nog een keer en nu met je ogen dicht. Nou zie je dus niet hoe ver jouw vader of moeder al bij jou is. Maar je kan het voelen. Concentreer je maar eens echt op het voelen. Doe je ogen dicht. En de ouder stapt heel zacht naar jou toe. En jij zegt stop op het moment dat jij denkt, het is genoeg zo. Wanneer jij het voelt. En niet dat die ander degene aanraakt, dat is niet de bedoeling. Oké, doe je ogen maar weer open. En kijk maar eens hoe ver je vader of moeder bij je vandaan is. Dat is een soort muur wat je om je heen hebt, of eigenlijk noem ik het geen muur, maar een soort bel om je heen, wat nog bij jou hoort. En als er een ander inkomt, dan voel je dat zonder dat je aangeraakt wordt. Nou, dan is het echt dat je aan het voelen bent. Dan heb je helemaal geconcentreerd op het voelen. Nou ja, en dan ben je niet meer met je hoofd bezig namelijk. Een andere die we gaan doen, is aarden of gronden heet dat. Je ouder gaat naast je staan en we gaan met twee voeten op de grond staan. We doen alsof we een boom zijn. En een boom, wat heeft een boom? Die heeft wortels in de grond. Dus we hebben net gevoeld. Nou, voel nu eens even de grond onder jou. Misschien sta je nog op je schoenen, maakt niet zoveel uit. Dan voel je je schoenen waar je op staat en anders sta je op de grond of op een matje. Je hoeft er nog ineens mee te je tenen bewegen of wat dan ook. Mag wel even om extra te voelen. En dan ga je bedenken
in je fantasie dat jouw voeten van die kleine worteltjes krijgen. Aan de onderkant gaan die wortels groeien en groeien en groeien. Ze worden groter en dikker. Ze pakken al het zand stevig vast. Jij wordt steeds een stevige boom. Voel je heel stevig worden, een hele sterke boom worden. Het grappige is, dit kan je eigenlijk overal doen. Zonder dat iemand het doorhebt, kun je even dit gewoon doen. Zelfs zittend. Als je gewoon op je stoel zit, straks als je weer in de klas bent, voeten op de grond. Als je denkt, oh, ik ben weer heel veel aan het denken of ik maak me zorgen. Voet op de grond. Voel die wortels. En als je denkt, nou, wortels vind ik een beetje raar. Doe dan een magneet. Magneten. Heb je gewoon magneetschoenen aan? En de aarde is ook een magneet. Dus dan plak je aan elkaar. Dan voel je dat magneet. Zo kan het ook. Maar wij zijn nu even een boom. Want in de yoga hebben we ook een boom. En je mag naast je ouder dus staan, want we gaan hem samen doen. Je mag de handen zo tegen elkaar leggen. Niet echt vastpakken, maar tegen elkaar. Je trekt je navel een stukje in. En dan ga je je buitenste been, ga je zo eerst je teen nog een beetje op de grond. En dan plak je je voet alvast tegen je andere been aan. En als je denkt, nou ik sta wel stevig, dan zet je hem iets hoger. En van je andere hand maak je takken. En het bos waar jullie nu samen in staan, dat geeft stevigheid. Als je één boom bent, dan waai je sneller om met een storm. Maar als je met meerdere bomen bent, dan sta je steviger. Voel je het? Laat maar eens los en ga maar eens op één. Of op jezelf helemaal staan. Dan zal je merken dat het best een beetje lastig is. En als je dan weer de steun van de andere boom zoekt, dan voel je de stevigheid. Grappig hè, hoe dat werkt. Zeg, we zijn nu echt alweer bij de maangroet. Het gaat alweer snel. De maangroet, doe maar mee. Je staat op de grond. Uiteraard, je kan ergens anders op staan. Je schouders zijn laag. De maan, de maan is rond. Hij schijnt zijn licht tot aan de grond. Laat je maar helemaal hangen. Je komt met een gebogen rug omhoog. De armen komen weer mee. Volle maan. Halve maan. Volle maan, halve maan. Oh, ik ben zo moe. Ik ga en rek me uit. En ga lekker naar bedje toe. Ik heb deze dus op papier. Zoals je hier ziet. En die kun jij krijgen. De link zet ik straks eventjes onder dit filmpje. En dan kan jij hem gewoon downloaden. Dan kan je hem wel lekker met je kind gaan doen. Als laatste mag je lekker gaan zitten, liggen, hangen tegen elkaar. Kijk maar even wat je lekker vindt. Misschien met een dekentje over je heen. Misschien een kussentje onder je. Maakt niet zoveel uit hoe jij er nu op dit moment bij zit of ligt. Het gaat erom dat jij je even relaxed kan voelen. En dan mag je je ogen sluiten. Doe je ogen lekker dicht. En stel je voor dat jij onder de douche staat. Je hebt je helemaal uitgekleed. De kraan is lekker warm, of de waterstraal is lekker warm. En je voelt al die druppeltjes zo over je haren en je hoofd gaan, over je lichaam gaan. En dan pak je een beetje zeep.
En dan ga je helemaal lekker insmeren. Als je het fijn vindt, doe je dat zelfs met je handen even mee. Smeer je gewoon lekker in. Als je het fijn vindt, doe je de ogen nog even open. Dat mag ook. Even lekker insmeren. Je hoofd, je handen. Je keel, je nek. Misschien wel je haren. En dan sluit je je ogen weer. En dan voel je dat al het sop zo van je afspoelt. En niet alleen het sop spoelt van je af. Maar ook alle dingen die vandaag gebeurd zijn. Alle gedachten die je vandaag had. De niet leuke, maar ook even de leuke. Je hoeft er even nu nergens aan te denken. De leuke gedachten zijn er straks ook wel weer. En de niet leuke, die kun jij lekker in het doucheputje zo van je afvoelen glijden. En als ze dan toch in het doucheputje zijn, dan kan je bedenken dat ze zo door de riolering, helemaal zo door naar de zee gaan. In die hele grote zee. En die zee die is verbonden met de hele wereld. Dus dan verspreiden al die gedachten waar jij van af wil. Zich helemaal over die wijde wereld. Zodat jij er niet zoveel last meer van hebt. En komt er toch nog een gedachte waar je niet zo blij mee bent. Dan doe je gewoon hetzelfde. In jouw hoofd kun jij alles op die manier bedenken. En het fijne is, het werkt ook nog. Voel maar hoe de druppeltjes, al de gedachten en ervaringen en dingen die je vandaag meegemaakt hebt, allemaal van je afspoelen. En je wordt ontspannender en rustiger. En je voelt alleen het warme water nog. Dan doen we de kraan weer uit. En mag je rustig je ogen open doen als je dat fijn vindt. Als jij ze lekker nog wil sluiten, dan mag dat. Maar ik zeg hier bij deze, zeg ik je gedag. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Gaan we het over weer wat anders hebben. Allemaal dingetjes wat helpt om jou rustiger te laten worden. Om jou gelukkiger te laten voelen. Om je als je zorgen maakt, dat je daar weer, ja, handigheidjes voor krijgt. En die handigheidjes zijn niet moeilijk. Echt niet. Kinderen kunnen ze echt ook. Misschien nog wel beter dan volwassenen. Denk het eigenlijk wel. Ik heb altijd gezegd, ik heb ze pas later geleerd toen ik groot was. Ik heb altijd gezegd van, oh, had ik dit maar als kind geleerd. Echt. Maar jij kan het al leren. Op een leuke manier. Nou, zie ik je morgen weer. En doe even die link, hè, onder het filmpje. Dan kan je de zonnegroet, of de maangroet bedoel ik, kan je even samen met je ouders nog doen. Of misschien wel met je broer of je zus. Nou, ik zeg tot morgen.